Zo, de voorbereiding is echt begonnen. De eerste oefenwedstrijd van het seizoen zit erop. Traditioneel altijd tegen de amateurs van NEC. En er werd op de Eendracht gewonnen door NEC met 11-0. Ja, er werd dus met 11-0 gewonnen. Is dat zakelijk? We vragen het aan de trainer. Ja, dat is het. En de eerste wedstrijd is altijd even wennen. Beetje stroperig soms. Uiteindelijk 11 goals gemaakt. Hadden er een paar meer kunnen zijn. Maar meer hoef je er ook niet van te verwachten, denk ik. Ja, over individuele prestaties gesproken. Onze nieuwe spits, Pedro Marquez, die heeft er toch een paar mooi in liggen. Klopt, hij heeft volgens mij 4 goals gemaakt. En je ziet dat hij in de 16 daar wel aanwezig is. Nou, ik vond hem in het meevoetballen wat ongelukkig nog. Maar goed, dat is ook wennen aan elkaar. En uiteindelijk heeft hij net 4 keer gewonnen. Dat is voor een spits wel lekker. Ja, en afgelopen week werd hij dan eindelijk gepresenteerd. Joris Kramer, we hadden het al de vorige keer over. Afgelopen vrijdag heeft hij dan echt daadwerkelijk getekend. En wij hebben hem even gesproken. Hey, Joris Kramer, de eerste wedstrijd. Je bent een dag in Nijmegen en gelijk een balletje trappen. Hoe voelt dat? Ja, lekker weer. Lekker. Nou ja, het was vandaag voor mij meer de jongens leren kennen allemaal. En ik was er gisteren voor het eerst. Dus alle namen eerst even leren en dan vooral in het coaching is het nog eventjes wennen soms. En je werd door Ted van Leeuwen een no-nonsense speler genoemd. Wat maakt jou tot zo'n speler? Nou, ik denk toch in de duels altijd maximaal. En misschien doet hij me dan iets te kort aan de bal. Maar het is wel, iets waarin waarin ik in ieder geval de laatste jaren aan heb gewerkt. En dat is mooi als iemand als Ted dat dan zegt. Ja, en afgelopen zaterdag stond ook Joep van der Sluis weer eens op het veld. Vorig seizoen niet gespeeld, geblesseerd geweest. En hij maakte speelminuten. Wij spraken met Joep van der Sluis. Ja, dat zeg je goed. Lang uit geweest, niet gespeeld. Was gewoon een klote seizoen. Maar lekker om zo te beginnen, een goaltje mee te pakken en gewoon lekker gespeeld. Goede overwinning. Ja. Heb je enige druk bij jezelf een beetje? Nee, ik doe gewoon mijn ding. Ik ben nu topfit. Dat was mijn doel ook, afgelopen seizoen fit worden. En nu gewoon minuten maken en dat is mijn doel gewoon. Ja, heb je nog nagedacht over je toekomst bij NEC? Is daar nog iets in veranderd of was het heel snel duidelijk voor jou, ik blijf bij NEC? Nou, dit is mijn laatste jaar. En wat ik zeg, ik moet gaan spelen. En het liefst ga ik hier spelen. En als het niet kan, dan moet ik kijken waar het anders kan. Maar tot nu toe ga ik hier voor mijn kans. Ja, en dan nog verdere namen. Nou, heel wat roddels die er rond gaan. Maar je weet het altijd met Ted. Meestal komt hij met een verrassing. Een naam die we nog niet eerder gehoord hebben. Het is 1 juli geweest. Dus de transfermarkt is nu echt losgebarsten. Dus Ted kan aan het werk. En welke spelers moeten er dan nog bij? We vragen het aan een kenner. Ja, ik denk dat je een Locadia moet halen. Ik denk, zo'n jongen die kan de goals maken. Maar je hebt een bal afpakken nodig op het dingetje. Ik hoor nou dat voor benaderd is. Er staat ook in de belangstelling van Pek Zwolle. Jan, als oppernuilert moet ik je toch even iets vragen. Ja. Zie jij het komend seizoen van NEC nog wel zitten? Ja, ik heb een hele hoge pet op van Ted van Leeuwen. Maar het lijkt af en toe dat je denkt, van ik heb er totaal geen vertrouwen meer in. Nee, nou ja, ik weet je wat het is? Nuilen is een gratis advies. Hey, en de voorspelling, waar eindigt NEC komend seizoen? Oh, dat is afhankelijk van wat Ted kan scoren in het Spanje. En Locadia en toestanden. Ik 5e. Ja, dit was hem dan weer voor deze week. Hopelijk volgende week wat meer nieuws rondom spelers. Nou, tot die tijd blijf je natuurlijk altijd op de hoogte via rn7.nl. Tot volgende week.